Een ludieke handdoekenactie heeft in Scheveningen tot commotie geleid. Woensdagmorgen lag het strand bezaaid met blauwe handdoeken van een saunacomplex. Op de handdoeken stond de tekst: "Het is mij te druk, ik ben naar de sauna." Tussen een eigenaar van een strandtent en marketingmedewerkers die de handdoeken neerlegden, ontstond ruzie. De politie heeft 3 mannen aangehouden. Schoonmakers hebben het druk gehad met het schoonmaken van het Scheveningse strand. Vanaf middernacht tot 9 uur 's ochtends reden tractoren met zeefmachines, vrachtwagens en veegwagens rond om rommel op te ruimen. Op veel plekken lagen verpakkingen en rondom de vuilnisbakken was het bezaaid met troep. Het Atlantiekwalmuseum in Scheveningen wordt uitgebreid. Het museum bestaat nu nog uit 1 bunker, maar nu wordt de bunker die ernaast ligt ook uitgegraven. Bezoekers krijgen een indruk van hoe het eraan toe ging in een Duitse bunker in de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de bunker opengaat voor het publiek is nog niet bekend.